aan ons doel voor vandaag. Backflip, sideflip en frontflip. Ja! Ja, ja, één draai! Ik zei het je! Jallap, jongens en meisjes, een hele goede morgen. Ik sta vandaag thuis en we hebben het hier de hele ochtend schoongemaakt. We zijn ongeveer al 4 uur bezig met schoonmaken. Van dit, van boven en weet ik wat allemaal. Mijn ouders zijn namelijk de afgelopen 2,5 week weg geweest. En wij hebben het huis gebruikt. Maar natuurlijk wordt er dan ook vieshuis gebruikt. En als je thuis komt van zo'n lange vakantie, dan wil je eigenlijk wel een schoon huis terugkomen. Dus wij hebben hier alles eventjes heel mooi gemaakt. Geveegd, geweld. Houtjes gepakt, plantjes water gegeven. Ook gaat hij wel dood omdat er nieuwe plantjes aankomen. Dan gaan de oude plantjes dood. Maar ik durf het niet af te knippen, want ik ben bang dat ik hem dan nog doder maak. Ondertussen heeft Anna de badkamer boven schoongemaakt. En het tuinhuis is lekker gedaan. Maar omdat alles nu schoon is, wil ik nog één ding eventjes vies maken. Want ik heb ooit een filmpje op Dumpert gezien. Dat iemand zeg maar een dode kerstboom van een dak af liet vallen op de voetjes zeg maar. En dat alle naalden in één keer naar beneden afvielen. En nu hebben wij de kerstboom nog steeds in de tuin liggen. En hij begint nu wel redelijk dood te raken. Dus laten we dat gaan proberen dan. Oh, oké. Okay. In 3, 2, 1... Oké, dat was echt een zware teleurstelling. Dat waren serieus 5 naalden die eraf vielen. En vanuit een hele grote teleurstelling naar iets leuks, een trampolinepark. Ik ben bij Anna in Apeldoorn, dus dan gaan we ook naar het trampolinepark in Apeldoorn. Gelukkig mag je altijd naar binnen, want ze zijn heel lief. En vandaag gaan we jou weer salto's leren, Anne. Jij staat al de hele tijd met je duim omhoog, want ik heb hier geen zin in. Laat even je backflip zien. Durf je het nu zelf of moet je iemand hebben? Nee, ik durf het wel. Nu maak je zenuwachtig, maar je moet altijd over nadenken als Anna een backflip gaat doen. Want soms stopt ze opeens halverwege. Nee, nu heb ik me zenuwachtig gemaakt. Hier, ik hou je een keer vast. Voel mijn hartslag nu. Ik was net niet, had ik niet zo'n hartslag, maar nu wel. Je kan het. Kom, ik hou je één keer vast, oké? Hoppakee, easy. Nu zelf. An, ons doel voor vandaag. Backflip, sideflip en frontflip op deze trampoline. Dit gaat lukken. Frontflip ga ik niet doen. De frontflip, we hebben daar een airbag, we hebben een foampit, we hebben een sprinkers, we hebben super trampolines, we hebben alles. We kunnen het vandaag trainen, we gaan het doen. Ik heb hier namelijk het dak geraakt een keertje, dus dan kan jij een frontflip. Het heeft totaal niks met elkaar te maken, maar ik denk wel dat je het kan. Ja, maar weet je nog mijn trauma? Ja, maar weet je nog je trauma aan backflips? Daar ben je ook overheen gekomen, ja. Anna die heeft dus een keer toen ze frontflip deed, toen landde jij gewoon normaal of op je knie of zo. En toen deed je zo, atta, en toen ging je tand door de lip in je knie en toen ja, was je... Ja, en toen heb ik dat stukje zo eruit gehaald. Dat tandstukje en toen, nu heb ik een litteken. Ja, maar Anne, heb je er ooit over nagedacht? Hoe vaak jij bent gevallen met een backflip? Ja, maar daar had ik niet bloedende nou, daar heb ik jou nachten huilend over naast mij gehad. Dus het komt helemaal goed. We gaan ze gewoon oefenen naar de foampit, daarna hier naartoe. Beentjes wijd. Kijk, weet je wat het is, Anne? Als jij gewoon je frontflip doet, maar jij doet altijd gewoon je benen wijd, dan kan je dit doen. Maar er gebeurt nooit wat. Ja, maar luister, heb je mij wel eens een frontflip zien doen? Ja, Anne, het enige wat je hoeft te doen, staan. Je hebt je armen boven je hoofd. Hé, wat is er achter mij? Even kijken. Oh, ik ben er al. Ja, maar dat kan ik ook wel. Nou, en dan is dat, doe je dat gewoon springen. Wat is dan? Dan zit je van, hé, ik ben aan het springen. Hé, wat is er achter mij? Even kijken hoor. Oh, ik zag ja, niet, want ik kijk niet meer die kant op. Dat kan ik nog niet. Nee, maar dat gaan wij toch oefenen. Wij hebben hele avond om die... Weet je nou wat ik doe? Ja, durf je wel gewoon een soort frontflip in te zetten dan? We hebben de hele avond om deze dingetje te oefenen, dus jij kan gewoon oefenen. Oh, maar dit wordt makkelijk. Eerst ga je de backflip alleen doen, dan gaan we sideflip, want die heb jij een jaar geleden gekund. Ja, klopt. Voor ongeveer 3 dagen, denk ik. Nou ja, ik had 1 dag kon ik het en toen heb ik het nog een paar keer gedaan, maar daarna heb ik het geoefend. Daarom. Je hebt nu leermeester Boas erbij. Eerst gaan we die backflip masteren, dan de sideflip en dan de frontflip. You can do the backflip flippy, because I've seen you do the backflip flippy many times. Jeet. Oh, lekker. Wel een beetje slecht, maar... Oké, nog één keer even recht. Helemaal recht. Zo kaarsrecht als je maar kan. Ja, heel even, mag ik heel even een paar minuutjes heel even... Een paar minuten? Ja. We hebben niet de hele avond of zo. Nee, weet ik. Dan ga ik wel even wat salto's proberen. Ik dacht echt dat dat de grond was. Wow, alweer. Waarom lijkt dat de grond voor mij? Ja. Bijna. Wil je het op deze doen? Ja hoor. Vind je dit fijner? Ja. Ja, dat mag als je wil. Nou, laat hem maar zien. Even een goede backflip, hè? Een goede backflip, Anne. Ja, jij hebt gewoon zeg maar de definitie van een yeet backflip.
Ja, maar ik ging nu ook al heel hard naar achteren. Ga op het kruis beginnen, op het kruis landen. Laatst bij Jump Square deze echt goed. Die soort van. Het stomme is dat jij dus een jaar geleden gewoon echt een hele clean backflip kon. Maar toen is ze een paar keer op de hoofd gevallen en nu is ze heel bang en nu doe je een rare backflip. Dat moeten we misschien ook gewoon gaan oefenen, dat je hem recht kan doen. Ja. Maar je kan een backflip dus gaan nu door met sideflip, want ik heb geen zin om je recht te leren, omdat het kost heel veel moeite en heel veel tijd en dan heb je heel weinig progressie. Okay. Durf je een sideflip, denk je nog, überhaupt? Ik ga eerst eventjes op mijn zij zo. Ja, want voor als je sideflip wil leren, dan moet je dit oefenen. Ik hoop dat Anna het nu goed doet. Nee, niet zo. Ongeveer. Je moet het even in iets mindere mate oefenen. Gewoon een rol, dat je eigenlijk van rechterhoek naar rechterhoek gaat. Dus dat je... Ja, hij was wel oké hoor. Zodra je een sideflip goed oefent, ga je in die hoek beginnen en dan ga je naar die hoek toe. En zodra je zeg maar scheef landt en je voeten ergens anders dan op die lijn uitkomen, dan weet je dat je het fout doet. Dus Anne, laat eens even een goede practice zien. Ja, bijna goed. Ik denk dat als jij een sideflip inzet, ga je een beetje over je achterhoofd heen, maar dit is op zich oké. Dit is scheef. Hier, kijk. Ik zal even laten zien wat het grote verschil is. Want ik denk dat ik het recht en scheef zou kunnen. Dus kijk, als ik hem recht doe, dan kom ik zo precies rechterop uit, maar zodra je hem scheef in gaat zetten, dat was sowieso al helemaal kak. Als je hem scheef in gaat zetten, dus als je hem niet zo goed durft, dan ga je dit doen. En dan kom ik die kant op uit. Belangrijk dus dat je die kant op wijst, je staat zo, je gaat zo van en sideflip, en sideflip, precies op dezelfde plek. En als je dat dan kan, dan kan je hem opeens zo, en ook weer terug, en ook weer heen, en ook weer terug, en ook weer heen. En ook weer terug. En ook weer heen. En ook weer terug. Ben je klaar? Nou word je heel duizelig, dus nu ga ik stoppen. En nu mag jij. We gaan even naar een iets gedowngraded trampoline, maar wel een zachte airbag. Maar ik doe hem wel met mijn kont naar je toe. Dat mag. Vind ik mooi. Anna gaat nu van een iets minder goede trampoline naar de airbag en sideflip doen. Hier kan je tenminste wel naar over je hoofd inzetten. Nee, wat je het beste kan doen, denk ik, wat het makkelijkste is, hier staan. Je doet sprong 1. Sprong 2 en dan ga je de bak in. Oké. Okay. En er staat ook recht door verlaten. Daar gaan wij vandaag niet aan houden, want wij zijn bad boys. Bad boys. Bad boys, bad boys, bad boys. Oké, ja? Kom maar met je dikke billen. Okay. Ja, waarom strekt hij nou uit? Je had hem anders gehaald. Lekker gek. You are a net turtle and the beste. Oké. Okay. Gewoon 1, 2, let's go. En dan vasthouden, hè? En vasthouden, vasthouden! Ja! Jij doet hem een klein beetje naar een backflip, maar je doet hem wel. Durf je hem denk je op de grote trampoline? Of nog even twee keer oefenen? Nog even een paar keer oefenen. Niet opengaan! Ja, als jij vasthoudt heb je hem. Je moet misschien twee sprongen meer doen, dat je iets meer hoogte hebt en hem dan inzetten. Ja. Vast, vast, vast! Ja! 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 Oké, okay, Anne, geef me je hand, geef me je hand. Wij gaan naar de grote trampoline. Oké, Anne. Deze was echt goed, serieus. Jouw hart gaat niet hard kloppen. Ja. Je gaat gewoon staan zo meteen. Ja. Je doet in je hoofd 3, 2, 1, je zet in. Het ergste wat kan gebeuren is dat je op je zij landt. Het enige wat je niet moet doen is je benen of je armen uit gaan steken. Klein houden, landen als je kan landen. Anders ga je gewoon op je zij, ja? Afgesproken, let's go. Vast, vast, vast. Ja, ja, bijna, bijna. Je moet iets meer hoogte. Je bent nu bang, je zit nu echt maar zo hoog. Ja. Okay. Ja. Niet echt zo hoog, maar iets hoger. Vast, vast, vast! Je gaat te vroeg open. Ja, je hebt het zelf door wat je doet, dat is heel knap. Sick! Je bent echt goed! Wow. Dit vind ik echt leuk, want ik heb Anna heel vaak al dingen geprobeerd te leren, maar meestal geef ik op na 10 minuten omdat het gewoon niet lukt. Omdat Anna gewoon push is. Maar vandaag heb je de drive. Ja. Je gaat lekker gek. Oké, try 3. 3 keer scheepsrecht. Of 3 keer recht op je bek, dat kan ook. Ja, ja, ja! Oh! Wow, je been ging heel raar. Gaat het? Ja! Je had hem bijna! Ja, I know! Oh! Let's do this again. Yes! Wow, die was... Oh! Dit was hem! Hij was heel raar, maar je deed hem wel! Doe nu een backflip, gelijk een backflip. Gewoon echt een goeie. Recht houden, recht houden, recht houden, recht houden. Ja, die was ook rechter dan normaal! Yeah! Je hoeft alleen nog maar de frontflip vandaag. Is voor jou wel de engste. Ja. Maar ik heb zoveel geloof in jou. Dit gaat goed komen. Yeah. Ik blijf maar 5 zijn boxen geven en zo. Omdat ik gewoon leuk vind dat je het opeens goed kan. Oké, gaan we weer daarheen. Gaan we de frontflip oefenen. Oké. Durf je een frontflip hier op je voeten te landen?
Ja, denk het wel. Ja? Herinner, knieën gaan altijd naar je schouders. Nooit naar je tepels. Naar je tepels gaan ze naar je neus. Naar je schouders ga je daarna naast je hoofd. Of naar je mond. Of naar je mond. En dan krijg je zo'n lekker litteken als jij hebt. Armen hoog beginnen, dat was goed. Je ging goed met je armen hoog. Was wel netjes, je had alleen niet je benen uit elkaar. Je zat wel zeg maar met je voeten uit elkaar, maar je zat met je knieën zo. Oké, Anna gaat een front doen in 3, 2, 1, kaal. Oké, we kunnen wel naar de trampoline. Je hebt nog geen idee wanneer je moet spotten. Nee. Maar dat maakt het alleen maar leuk. En je doet je benen goed uit elkaar, dus het gaat niet fout. Als je zo staat, denk je dan dat je durft of niet? Ja, kijk, het ding is, daarvoor land ik zacht. Ja. En hier land je ook wel zacht, maar de zachtheid veert terug in je eigen gezicht. Exact. Wat ik wel heb gehad, want ik deed het wel in Jump Excel, maar toen landde ik zeg maar zo. Ja, gelukkig ben je lenig, dus je kan de trampoline kussen. Ja, maar wat jij moet doen, je moet gewoon niet gaan rekenen op je billen landen. Je moet rekenen op echt landen. Want dan ga je op je voeten landen. Want jij landt nu expres al met je benen gestrekt zo. Maar zodra je een frontflip met je benen gestrekt zo gaat landen, dan wordt het niet zo lekker. Dus gewoon beentjes, een beetje gebogen, lekker opvangen met die stekkerboogbeentje van je, ja? Anne, your time to shine. De laatste salto van vandaag. Hoeveel keer denk je dat je nodig gaat hebben? Ik weet dat op mijn hoofd toe. Oeh, lekker. Maar hoeveel keer denk je dat je nodig gaat hebben? Niet zoveel denk ik, maar ik vind het wel heel spannend. Oh, ken je dat vroeger van, hoe heet het? Ja, waarvan is het ook weer? Rocket Power! Ik denk dat niet heel veel mensen van jullie dit kennen. Rocket Power was vroeger iets dat op tv was. Kennen jullie Rocket Power? Nee. Nee, oké, ze kennen het dus niet. Dat is voor hun tijd. Laat maar even weten als je Rocket Power kent. Ik heb dat vroeger zoveel gekeken. En daardoor ben ik misschien ook wel een beetje gaan vrieren. Want zij dat extreme sports. Boekedie. Oké, Anne, laat de frontflip zien. Ik denk 2 tries. Nee, 1 try. 1 try. Ik geloof in jou. Je kan het. 1 try. Hé, niet enthousiast, dan sta ik onder druk en dan kan ik niet meer. Oké, 27 tries. Ja. Ja, ja, 1 try! Ik zei het je! Maar hij was veel minder goed dan daar, qua techniek. Ja, het was wel techniekloos. Je had geen idee dat je ging landen en opeens stond je rechtop en viel je al bijna voorover. Maar je hebt ze allebei gedaan. Allebei, alle drie. Alle 3. Ik ben trots op jou, Anne. Je hebt jezelf vandaag overtroffen. Nu op de vloer. Kan ook te snel van stapel lopen. Binnenkort gaan we dit wel op de vuur trainen. Nu Anna alle salto's kan, ga ik even één leuke salto laten zien die jullie nooit na mogen doen. Hier staan, handen tegen de bal en niet met je zij hier tegenaan springen. En dan een backflip. Hij blijft eng. Nu jij. Ja. Nee. Oké, de vorige keer heb ik op deze trampoline het dak geraakt, dus dat ga ik nog één keer proberen. Toen had ik hem binnen 3 sprongen. Zonder warming up geef ik mezelf 5 sprongen. 1, 2, 3, 4. Ja. Het lukte wel. We zijn nu even verstoppertje aan het spelen. En er is iemand zo goed verstopt, ik heb geen idee waar ze zit. En Julia, het zus van Anna, is de zoeker. En, en die is serieus gewoon al 6 keer langs er gelopen en ze heeft er gewoon niet gezien. Weet jullie niet waar ze is? Nee. Oh, jullie zijn zo dom. Ze is hier om. Nee. Dan ga je dood. Hoe zag je dit niet? Maar Anne, dit betekent 1 ding. Ik kan je flip checken. Flip check. 5. 4, 3, 2, 1. Waarom reed je helemaal hierheen? Je hebt daar 100.000 trampolines waar je ook een salto op kan. Dit was makkelijker. Ja, omdat ik 1 ging tellen. Maar voor de volgende keer. Volgende keer, ja, dat is dus zeg maar over ongeveer 16 seconden als we daar lopen. Flip check hier. 5, 4, 3, 2, 1. Oeh, wel een beetje scheef, maar had hem wel. Lekker.
Nu ik Anna kan flipchecken, wordt het een heel stuk lastiger om voor haar met mij naar trampolineparken te gaan. Want daar ga ik natuurlijk heel veel misbruik van maken. Als ze bij mij terug doet, kan ik natuurlijk heel makkelijk een backflip doen. Maar voor haar is één backflip net zo moeilijk als voor mij een dubbel backflip naar een triple full. Of weet ik wat, echt iets lastigs. Dus dat wordt nog leuk de aankomende tijd. Voor nu, voor deze video leuk. Doe een duim omhoog. Vond je het net hartstikke leuk? Subscribe even. En dan zie ik je de volgende keer weer bij de volgende video. Later. Ik had een nieuw trucje, hè? Kijk. 1, 2...